Hi, ik ben Mark. En ik ben Marie-Louise Schrijven. We schilderen, schrijven en tekenen. En vandaag gaan we het hebben over wat er afgelopen tijd in de wereld is gebeurd en hoe we daar weer wat blijer in kunnen gaan staan. Nou, we weten natuurlijk allemaal van de aanslagen in Parijs. Iets minder in het nieuws is wat ook in Beirut aan de gang is. Er zijn ook aanslagen geweest. En in Kenia op een universiteit. Dat allemaal bij elkaar is een hele hoop donker in deze tijden. Ja, en omdat er zoveel donkerte in de wereld is, vinden wij dan, ja, dan moet je zelf het licht zijn. En daarom hebben we wat leuke filmpjes uitgezocht die misschien wat licht in de duisternis brengen. Ja, dus we willen beginnen met het filmpje van onze kinderen. Elk jaar gaan we kijken naar de City per City loop. En dit jaar ontdekten onze kinderen dat iedereen op zijn trui de naam, zijn voornaam van de renner heeft staan. En de kinderen besloten om elke renner persoonlijk te begroeten. Hoi Claudio! Hoi Claudio! Hoi Tasso! Hoi Bob! Hoi Ingeborg! Hoi Koert! Hoi! Ze denken echt, hoe weet je hoe ze heet? Hoi Roderick! Hoi Patrick! Hoi Johan! Hoi Alex! Zoals jullie misschien weten, of misschien nog niet, speelt onze zoon een rol in de West Side Story. En hij is met heel veel passie is hij dat elke dag aan het oefenen. Maar er is een noot, die haalt hij nog niet. Nou, daar komt hij. Maria. Oké, nu titanium. Far away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. We willen hoger. You shoot me down, but I get up. I am titanium. Oh moon, shine bright. And make this endless day, endless night, tonight. And make this endless day, endless night, tonight. Shine. No, no. And make this endless day, endless night, tonight. Hij wordt af en toe bezeten door een ander wezen. Over liefde gesproken. Lolo is dol op Nico de poes. En Nico is dat ook op Lolo. En die liefde laat zich op een hele bijzondere manier zien. Jackie. Ja, wij vinden het allebei niet zo smakelijk. Maar Lolo en Nico genieten er samen intens van. Gaat het goed, Lolo? Ook honden kunnen heel erg blij worden van mensen, vooral als je over het strand rent. Je bent echt idioot! Sinds wanneer heb jij een hond? Sinds anderhalf. Ga je weer. Hij is weer terug. Hij zegt je nog even gedag. Nog meer.
superliefde bij Lolo. Emmy op school was zijn grote liefde. Voor haar heeft hij een speciaal lied geschreven waarin hij wilde uitdrukken hoeveel hij van haar hield. En voor Lolo zegt niet zoveel als ik hou van jou, als samen in een boomhutje een katje haaien. Lieve Emmy, ik wil een hartje chocola met jou. Lieve Emmy, ik hou van je zo veel. Wij gaan samen voor altijd in een bommetje snoepen. Lieve Emmy, we gaan in een bommet met een katje aaien. Alle renners zijn natuurlijk al persoonlijk begroet. Maar ook de laatste renner wordt met liefde toegejuicht. Goed zo, goed zo. En dan tot slot nog het liedje wat Thich Nhat Hanh zegt. Thich Nhat Hanh is net zo iemand als de Dalai Lama. Het liedje wat ik al eerder zong over Dear Friends. Hier een versie vlak voordat de kinderen naar school gaan met z'n drie in de auto. Zoals dat. Ja. Om een beetje liefde de wereld in te sturen, Lola, doe eens zo met je handen. Jet, doe jij het ook? Sturen wij nu wat liefde de wereld in? En gaan we met z'n drie het liedje zingen dat we elke ochtend zingen als we in de auto zitten. Doe je handen maar en dan gaan we. Dear friends, dear friends. Let me tell you how I feel. You have given me such treasure. I love you so. La 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 la. La la. En nu moet je nog alle liefde de wereld insturen. Doe maar. Dat is van ons voor iedereen om ons heen. Voor al onze vrienden. Dankjewel. En natuurlijk laat één nachtsvliegje de hele situatie ook niet onberoerd. Misschien heb je hem al ergens voorbij zien komen. Één nachtsvliegje is met zijn hart ook in de stad van de liefde. Ik zal hem even laten zien. Ja, dat was hem. We willen even afsluiten met de woorden van Antoine Larry. De man die jullie allemaal al honderden keren voorbij hebben gezien komen waarschijnlijk. De journalist die zijn vrouw verloor bij de aanslagen in Parijs en die achterbleef met een klein zoontje. En die zei over zijn zoontje, hij zal elke dag van zijn leven gelukkig zijn en in vrijheid leven. En jongens, laten we dat met z'n allen doen. Vooral heel gelukkig zijn en zorgen voor vrijheid met elkaar. En de liefde gunnen aan iedereen. Dus we oezen de liefde. We oezen het naar jullie toe. Dat was hem weer. Tot de volgende week, tot de volgende Bulkjes Video Friday. Dag. Dag allemaal en hou ons in de smiezen.